Hoi, ik ben Lea. Het onderwijs kan vanaf nu weer grotendeels op de campus zelf plaatsvinden. En ik heb daar natuurlijk super veel zin in, want ook die anderhalve meter hoeven we niet per se meer aan te houden. Nou, en ik ben benieuwd hoe het er hier nu precies uitziet en of er nog dingen zijn waar wij de komende tijd rekening mee moeten houden. En om daarachter te komen ga ik in gesprek met een aantal medewerkers. Hoi, goedemorgen. Ja, je moet een pakje opzetten. Ja, tuurlijk. Fijne dag. Dankjewel. Hoi. Hi. Mag ik een grote koffie van je? Jazeker. Yes, dankjewel. Hoi, hey, goeiedag. Hoi, ik ben Lea. Zullen we gaan zitten? Ja, super. Nou, wil je zitten? Mag je je mondkapje afdoen? Oh, nou, Jeroen, wat doe jij hier precies? Ik ben facilitair coördinator van de Amsterdam Campus en dan de locatie Hubertshuis. En we hebben samen met het team gewoon gezorgd dat het hele pand in orde is en corona-conform klaar staat. Het is er nu nog vrij leeg, maar wat is hier allemaal veranderd ten opzichte van vorig jaar? We hebben de lokalen weer opnieuw ingericht, dus weer volle lokalen. We hebben routes aangebracht, we hebben de ruimtes ingericht op maximale groepsgrootte van 75 personen. Dus daar waar het kan, hebben we dat dan zo ingericht. Bij de binnenkomst van de hal zie je zelftesten, die kun je pakken. Het wordt aangeraden om de zelftesten twee keer per week thuis te gaan testen. Die staan bij de centrale hal, dus die kun je gewoon pakken. En hoe zit het met de mondkapjes? Het is de bedoeling dat je de mondkapjes draagt als je vanuit de klasse komt, dus als je over de etages loopt of als je bijvoorbeeld in de lift staat. En zoals wij nu zitten, mag je de mondkapjes afdoen. Kom binnen. Hoi, ik ben Lea. Was net even mijn les weer aan het voorbereiden voor het nieuwe studiejaar. Ja, tot beginnen weer. Ja. Ten eerste, heb je er zin in? Ontzettend veel. Ik kijk er echt weer naar uit om weer gewoon lekker met studenten fysiek les te gaan geven. En hier ja, gewoon weer echt samen kennis te delen en plezier te hebben in het leslokaal. Je merkt gewoon, daar vallen de kwartjes. Je ziet, je kunt gewoon net elkaar even aanspreken. Je ziet net een... Ja, je ziet net meer wat er gebeurt. Dingen die leuk zijn, doe je gewoon liever. En in een klaslokaal is gewoon leren leuker. Wat wil je dan de studenten nog meegeven? We nu weer in de klaslokalen komen. Dat is natuurlijk echt iets bijzonders. Dus ga er met respect mee om. Hou je aan de regels. Zoek elkaar ook op, want ja, het mag weer. En ga gewoon heel veel plezier hebben en ja, ga je verwonderen. Ik heb onwijs veel zin om vaker op de campus te zijn. Ik hoop jullie ook. Heel veel plezier komend studiejaar. Doei!